naar zeggen van minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, waren de samenwerkingen die het KPS was aangegaan met particuliere beveiligingsbedrijven geen betaalde banen. Het ministerie zou slechts inkomen met brandstof voor de surveillance. Vanaf 2012 is er een shift ten aanzien van de criminaliteitsbestrijding, meer vanuit de UNDP, dat overheden moeten proberen om zoveel mogelijk met particulieren samen te werken. Het kan zijn individuen, maar het kan zijn organisaties. En dat is, weet je, de uitwisseling van informatie bijvoorbeeld. In dit geval hadden we gemeend om de securitybedrijven de politie te laten ondersteunen. Dat wil zeggen, signaleren, bijvoorbeeld surveilleren en signaleren en doorgeven aan de politie. We hebben geen overeenkomst getekend met deze twee bedrijven die geselecteerd waren. We hebben geen overeenkomst getekend en we hebben ook niet betaald. Alhoewel de samenwerkingen voorlopig zijn stopgezet, geeft Amoksi aan dat deze bij meer animo weer zullen worden opgepakt. De politiebond heeft geen invloed gehad op het besluit om het pilotproject aan te houden, benadrukt de bewindsman. De surveillance zou inhouden, signaleren aan de politie in een bepaalde zone, surveilleren en dan doorgeven aan de politie. Dus dat was de samenwerking. Maar u hebt zelf de reactie gezien van de samenleving en we nemen dit soort dingen mee. Ik heb gesproken, we hadden gesproken met de korpsleiding. Ik heb ook vergaderd binnen mijn kabinet over deze issue. En ik zeg, het besluit is genomen, laten we dit on hold zetten. Laten we het verder uitwerken. In dit geval, voordat ik het gesprek had gevoerd met de Surinaamse Politiebond, had ik al overleg gehad met de president, met mijn kabinet ook. En het besluit was al genomen van, we gaan dit on hold zetten. Dus van de Politiebond heb ik meer inzichten, hun inzichten ook aangehoord. En waarmee er geen rekening was gehouden bij de voorbereiding van het project. Die dingen worden meegenomen. Het ministerie van Justitie en Politie had op 6 november de preventieve surveillance van het KPS uitgebreid met de particuliere bedrijven PPS en Improser Security.